Kees, you'll never walk alone. Voor zover mogelijk vragen we u te gaan staan en een minuut stilte in acht te houden. Hij was precies de juiste man die hier het werk moest gaan doen. En dat heeft hij laten zien. Het is een gouden kerel geweest, zowel voor de jongens, voor de spelers, als voor alles wat er omheen zat. Hij was altijd aanwezig. Ik heb hem nooit gekend als, sowieso niet als voetballer natuurlijk. En ook niet echt als trainer, daar was ik net te jong voor. Dat was wel toen ik in de brugklas zat. Ik ben opgegroeid in Eindhoven. Toen was hij even nog bij PSV 6 weken. Dus dat was heel raar voor mij. Want er waren eens jongens in de klas die het over hem hadden. En ja, voor mij was het gewoon mijn opa. Ja, hij zit ook vaak daar. Je zegt, ik ken hem niet echt als trainer of als voetballer. Toen ging je een boek schrijven. Ja. Kun je het eens pakken, het boek? Ja. Dit is het boek. Een jonge Kees. Ja, een hele jonge Kees. In een soort zijde jaren... Ik denk dat dit van net na de oorlog is. Oranje shirtje. Ja. We hebben echt tientallen interviews gedaan samen. Ik ben ook naar Frankrijk toen, 2 weken of zo, daar bij hun gaan logeren om elke dag te interviewen. En alles uit dat huis, alle hoeken en gaten uit dat huis kwamen dan nog wel weer krantenartikelen of dingen die we allemaal hebben besproken. Hij wilde eigenlijk helemaal geen trainer worden. Want hij vond voetballen het leukste wat er was. Hij wilde gewoon zelf in dat veld staan. Maar ja, hij had wel een gezin, hij was kostwinner. De salarissen waren toen nog niet zo zoals in deze tijd, dus hij moest gewoon werken. Volgens mij kende hij Olijven, die toen bij Twente zat. Die heeft hem toen gebeld, want die zag dat hij dus zijn trainersdiploma had gehaald en zo. En die dacht, nou, dat is misschien wel wat voor die fusie van die 2 Twentse clubs. En hij mocht bij de club natuurlijk doen wat hij het allerliefste deed. Namelijk bouwen aan een jong team, jonge spelers. En dan met een goed plan en geduld zo'n ploeg opbouwen. Hoe is dat met de Kees? Ja, hoe staat hij? Willem II. Willem II contra DWS hier. Ja, dat is de competitiewedstrijd. Moesten we tegen DWS? Dan komt Rijvers. Wat weet je daar nog van, Kik? Ja, ik keek je tegenop, wat hij deed. Ik keek je tegenop en hij was ja, heel rechtlijnig. Kon geen grapjes. Ja, je kon wel een grapje uithalen, maar het was echt allemaal en vooral... Als we gingen trainen of we een wedstrijd moesten spelen, was die heel serieus. Ja, dus toen kwam de discipline bij Twente. Ja. Het was natuurlijk een grote internationale speler geweest. Ah, nou, hij was niet zo groot, maar hij speelde het met Abe Lenstra en Wilkens. Ja, Faas Wilkens. Nou, 3 verschillende gasten, 3 verschillende voetballers. En hij was echt eentje die het werk deed. De tweede helft is slechts 6 minuten oud als België gelijk maakt. Dan komt onze nationale ploeg eerst goed in actie en worden de Belgen totaal overspeeld. Wilkens maakt de bal prachtig vrij, geeft vrij door aan Breger die met een kopbal scoort. Uit een scrimage maakt Rijvers Nederlands 4e doelpunt. Hij heeft meegedaan in een van de beroemdste interlands aller tijden. Ja, zo zou je die watersnoodramp. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, dat was toen de watersnoodramp in 1953. Dat was natuurlijk een enorme ramp. Hij woonde toen in Frankrijk, dus hij kreeg daar in principe minder van mee. Maar er waren allerlei manieren om geld te verzamelen om de mensen in Zeeland te helpen. En één daarvan was, moeten we niet een voetbalwedstrijd organiseren om ook geld op te halen. Het Nederlands elftal was toen natuurlijk nog amateur. En qua niveau nou ja, liep dat ook een beetje achter bij andere landen. Dus de KNVB, zoals ik dat heb begrepen, ja, was daar een beetje van, moeten we dat nou doen? Want het kan ook een gênant verhaal worden. Maar toen hebben dus, ja, het was een soort van gelegenheidselftal van buitenlandse profs die in Parijs tegen het officiële Franse elftal hebben gespeeld. De Nederlandse profs die met zwarte rugnummers speelden, mochten omdat Frankrijk de tos had gewonnen aftrappen. In de 12e minuut na de rust kwam de gelijkmaker. Na een zeer gecompliceerde combinatie kwam de voorhoede voltallig in het Franse doelgebied terecht, waar Rijvers een voorzet gaf. In de weerwar van spelers hield de harder het hoofd koel en hij slaagde erin de bal achter keeper Roeminski te plaatsen. Dit doelpunt werd zowel in het veld als daarbuiten met groot enthousiasme begroet. En had hij daardoor ook extra ontzag bij jullie toen hij kwam? Ja. Ja, maar dat hadden we al, omdat je gelijk al merkte dat je geen geintjes uit hoefde te halen met, omdat je heel serieus moest zijn. Ja. Want dat was hij wel. Wat hij heel veel deed was, hij wilde jongens hebben die konden voetballen. Dus er werd heel veel positiespel gespeeld en dat kon Twente in die tijd geweldig en de bal rond laten gaan. We hebben wedstrijden gespeeld, bijvoorbeeld tegen Ipswich Town. Dat die Engelsen echt niet aan de bal kwamen met Frans Thijssen en noem maar op. Van der Vall, Epi Drost. Het waren allemaal goede spelers. Hè? Allemaal heel vaardig, René Notaatje. En zijn klasse was om daar ook echt een team van te maken. En ja, dat heeft hij geweldig gedaan. Hij heeft mij gehaald. Ik was 18 jaar en speelde in Nederland onder de 18. En ja goed, ik zag hem af en toe wel langs de lijn bij de wedstrijden. En hij heeft me toen naar FC Twente gehaald toen ik 18 was. Ja. Ja. Van Achterberg, Notta kan aannemen. En daar komt de kans dan voor Paul Plats op te scoren. En hij gaat over de play heen en nu is het een penalty. Perfecte sensatie, helemaal aan het slot van deze spannende partij. In de allerlaatste minuut een penalty. Kick van der Vall op Nico de Bree. Kick van der Vall, scoort 2-1. 2-1 voor Twente door Kick van der Vall. Ja, Rijvers die heeft natuurlijk, die is assistent-trainer geweest ook bij Willem II. En die wist dat ik bij Feyenoord een paar keer met de eerste mee had gedaan en dat ik nog heel jong was. Dus zodoende kwam dat eigenlijk, ik kreeg contact met hem. En hij zei altijd van, je bent eenzelfde soort type spelertje als wat ik was. Ook een dribbelaar. En hij was net zo groot als ik, dus koppen mochten we toch niet met z'n tweeën. Maar het is een prachtige periode geweest gewoon. Ja, want wat zette hij hier neer? Wat veranderde hij hier? Ja, eigenlijk alles. Juring, en Willy van de Kerkhof heeft een kans nu. Ja, het is 2-0. Goede combinatie. Fernandes, Pietschrijvers en niet Miguel Angel. Wat is het toch met hem dat hij ook een soort vaderfiguur was voor heel veel spelers hier? Ja, maar dat gevoel had die man, die had dat gewoon. Dat is het. Hij stond er tussenin, hè? Ja. En wel met discipline. Ik bedoel, als je wat verkeerd deed, kreeg je op. Dat bedoel allemaal. Maar verder, hij was, ja, en zijn vrouw ook, hè? Die deed ook mee. Ja, ik vond hij ging heel goed met de spelers om. Hij had goed contact met Eddie helemaal. En Eddie zag hem ook als zijn tweede vader. Die hebben ook tot aan het eind hebben ze contact gehouden. Dus zelfs tot vlak voordat hij is overleden. En ja, dus hij had wel een hele speciale band met hem. Ja. Het is een speciale dag, Eddie. 6 dochters kreeg Kees. En 1 zoon kunnen we zeggen, toch? Ja. Zo heb ik het altijd wel gevoeld en zo heeft hij mij ook altijd behandeld. Die kinderen werd altijd ook extra achter me vandaan gezeten. En dat vond ik wel eens niet zo leuk, maar ja, dat hoorde erbij. Maar ik heb die meiden allemaal meegemaakt. Ja, was heel mooi. Maar hij ging met alle spelers goed om, had interesse en hij was gewoon de baas, weet je. Niemand nam een loopje met hem, helemaal niet. In die tijd was hij ook met, laten we zeggen, dat waren de 3 beste trainers in die tijd. Michels, Ernst Happel en Kees Rijvers. Dat waren in Nederland de beste trainers, naar mijn mening. We zijn een keer in Engeland hebben gevoetbald, tegen Huddersfield Town. Maar toen hadden we dus een speler te weinig. Te weinig heeft hij meegedaan. En toen heeft hij meegedaan onder de naam Achterberg. Want Eddie die was dus in Twente toen gebleven. Er was een blessure of iets, of weet ik niet. Ja. Het was een oefenwedstrijd? Ja. Ja, tegen een Huddersfield. Dat was toen. Die speelde toen nog in de hoogste. En toen schoot hij een vrije trap op de lat. Dat wil je niet weten. We hebben wel 20 keer moeten vragen, hoe deed je dat nou? En dan ging hij het voordeel, maar wat dacht je? Toen schopte hij, was een blikje verf. Waar gebeurt? Witte verf, over zijn schoen. Nou, dus hij was helemaal, oh ja, en wat moet ik nou tegen Annie vertellen? Dat is een vrouw dan. Ik kan toch niet zeggen dat ik tegen een blik verf geschopt heb. Maar dat was het hem. En wij lagen dan helemaal in de deuk. Daar hebben we zo'n geruite pet hebben we meegenomen en hebben we gezegd van ja, het is per ongeluk misgegaan, maar hij heeft een geruite pet ervoor gekregen. En daar heeft hij heel lang mee gelopen. Waren er ook spelers of gedrag waar hij wat meer moeite mee had? Ja, die waren er wel. In de latere jaren, toen het echt al goed was, ja, Dick van Dijk en zo, daar waren er wel zijn probleemjongens. Ook met uitgaan en alles dus. Ik heb wel eens gehoord dat hij dan ook in de auto ging kijken. Ja, hij kwam... En ik kwam ook wel eens dat hij dacht van, nou, die jongen die zit er niet zo goed in. En dan kwam hij gewoon in thuis en dan maakte hij een praatje thuis met je en dan maar vissen van waar de problemen zaten, zeg maar. Hij zat er bovenop. Maar dat is ook het geval geweest met die controles. We woonden met 10 man in Oldenzaal. In één weekje? In een pleintje van Olijven? Ja. Hof van Olijven. Hof van Olijven. Ja, dus dat was al helemaal. Dus er was elke keer controles. Ging die kijken wie zijn auto's buiten stonden, of ze wel thuis waren. Nou, en toen hadden we het geval met Epi. En die kon hij dus niet vinden. En ook zijn auto zag hij niet. Maar toen heeft hij echt een hele avond op de hoek van de straat gestaan om te wachten. Wij hadden de auto in de garage. En die had de auto, ja, normaal nooit, maar nu had hij zijn auto in de garage staan. Nou, toen kwam de volgende morgen, moesten we bij elkaar in de kleedkamer. Nou, daar kwam het verhaal. En Drost die had toevallig zijn auto in de dinges. Dus die zegt van, nou, bel mijn vrouw op of ga naar mijn vrouw toe. Ik was thuis. En hij had natuurlijk de naam, hij wilde graag dat de spelers jong gingen trouwen. Want dat was goed, weet je, als ze dan gezetteld waren al. Dat vond hij wel een voordeel. Hij had zelf 6 kinderen. En, maar hij was heel serieus met het voetbal bezig. Zelfs met dat soort dingen dan. Dat het voor spelers goed is om bijvoorbeeld getrouwd te zijn. Ja, ja, dat was ook wat hè, met die dochters. Plakken, ja. 6 dochters. Ja. Drie waren met de spierziekte. Ja. Wat merkten jullie daarvan als spelers? Nou, wij vonden het ongelooflijk dat hij altijd nog zo in zijn leven stond. Heel positief. Positief, jongen. Dat was niet te geloven. Dat was met die man, ja, dat was gewoon... Ja. En ja, omdat hij een trainer was, ja. Maar je merkte gewoon dat hij heel veel vertrouwen in ons had. Ja. En dat hij dat prachtig vond. Maar je heeft nooit iets gemerkt van dat hij zo'n zwaar leven had hè, in die tijd. Dat merkte hij. Wij hebben het nooit gemerkt. Nee, klopt. En zijn vrouw ook niet, hè? Nee. Hij heeft ook een keer een trainingskamp belegd in Duitsland, omdat hij niet in Oldenzaal wilde zijn tijdens de carnaval. Ken je dat verhaal? Dat was in het seizoen 68-69, toen ze een geweldig seizoen hebben gehad. Toen gingen ze naar Rupolding in Duitsland. Daar gingen ze in trainingskamp, maar het was alleen maar sneeuw volgens mij. Dus ze konden alleen maar ja, een beetje bezig zijn. Maar daar bleek ook carnaval te zijn. Ja, dat bleef ook carnaval. Maar ja, had hij niet in de gaten. Hij wou hier de jongens bij carnaval weghalen. En toen ging hij naar Zuid-Duitsland met een trainingskamp. Ja, er was sneeuw, dus je kon eigenlijk heel weinig doen. Och jeetje, nou, dat was oorlog. Daar zijn wel wat problemen geweest. Ze hebben wat ruzie gekregen in het team in die tijd. En toen was de tweede helft van het seizoen was ook duidelijk minder dan de eerste helft. Want het leek dat Twente mogelijk kampioen zou worden in 69. Maar ze hadden een duidelijke terugslag in de tweede helft van het seizoen. En daarna is ook Dick van Dijk de topscorer bijvoorbeeld in de Eredivisie toen. Henk Houwaard. Dus zijn er wel een paar jongens vertrokken na dat seizoen. Er waren ook een aantal die 's nachts uit het raam klommen om dan toch even een feestje mee te pakken. Nou, dat wilde die dus niet. Dus hij zei van oké, als we ze dan niet binnen kunnen houden, dan gaan we gewoon met z'n allen een avondje op stap meedoen aan dat carnaval. Volgens mij had hij voor iedereen een soort van matrozenpakje gekocht die ze dan allemaal aan konden trekken om mee te doen in dat carnaval. Dan konden ze natuurlijk ook precies goed in de gaten houden tussen alle feestende mensen. Er waren wel een aantal spelers bij die dat nog niet genoeg vonden, of dat ze dan uiteindelijk moesten ze dan om 12 uur of 1 uur naar huis. En er waren er een paar die toch nog wel iets langer door wilden. Dus toen is er wel een soort van ruzietje geweest. Volgens mij was het Dick van Dijk die nou, misschien een beetje moed in had gedronken en zei van nou trainer, we mogen ook nooit iets van u. En toen is die heel boos geworden, want mijn opa dacht, hè, ik heb dit, weet je wel, we zijn met z'n allen op stap, is het nog niet goed. Dus ja, volgens mij heeft hij toen ook wel een klap uitgedeeld. Die Van Dijk was, ja, dat is ook weer, die was gaan stappen in de trainingskamp met flipstapper. En die gasten die waren dus niet te vinden. En toen heeft die Dick Van Dijk heeft die knal voor zijn kop gegeven. En die wist toen gelijk van hoe laat het was. Maar hij heeft hem ook gelijk daarna, want er was er nog eentje, Henk Houwaard. Allemaal, die moesten weg. Allemaal weggedaan. Ja. Bij de club, helemaal weg. Ja. Dat was het einde van hun loopbaan bij Twente. Eén jaar Twente. En Dick van Dijk dan 2 jaar Twente. Dus zo was die ook? Ja. Keihard? Ja, maar dat was het ook. Net geen kampioen. Ja. Zat hem dat was? Ja, tuurlijk. Want dat was het doel. Het doel was gewoon landskampioen worden. En het ging hartstikke goed. Dus het zat er ook in. En daar hebben we het ook wel echt over gehad van waar lag dat nou aan? Waarom was het toch niet gelukt? Want ze waren echt heel goed. Ja, ze hebben ook heel veel wedstrijden gewonnen. Ook van Ajax thuis met 5-1 geloof ik gewonnen. Vrijschop, Epi Drost. Vazovic, kans daar. Juring. Baalplaats, kansje van Baalplaats. Schietkant van Baalplaats. En een doelpunt van Baalplaats. Van Dijk. En een doelpunt. Dus het kon wel, maar het is niet gelukt. En dat vond hij wel heel jammer, maar het was wel ook van oké, dit was dit seizoen en dan gaan we weer verder. Want er is weer een nieuwe opdracht. Maar toen ze volgens mij in 2010 landskampioen werden, toen was het wel even extra champagne van hè, nu is het alsnog gelukt. En het had eigenlijk toen al moeten gebeuren, maar ja, ze gunnen het Twente ook heel erg. Want het was gewoon een hartstikke mooie club, vonden ze. Mooi hè, mooi hè. Nou, geweldig hè. Ja, ja maar... Bijzonder telefoontje. Meneer en mevrouw Rijvers. Zijn vrouw was hoog geweldig. Annie. Was hoog geweldig. Ook een moeder, ja. Was gewoon een moederfiguur. Ja. Maar dat is ook wat je zegt, dat die twee, dat ze je gaan bellen op je verjaardag. En dan gingen ze zingen, lang zal die leven. Ja, dat stond me volle voorbij. Ik zeg tegen mijn vrouw, nou wat nou gebeurt, gaan we z'n tweeën zingen. Lang zal ze leven. In de gloria. Ik zeg, nou, dat is ook mooi. En dan zei ik naderhand, zei ik, ja, nog bedankt, hè. Kees, you'll never walk alone. Ik denk dat hij... dat Twente heel blij mag zijn dat ze hem hebben aangetrokken in 1966. Ik denk dat bij ieder andere trainer dat mogelijk niet was gelukt, maar bij hem wel. Hij was precies de juiste man die hier het werk moest gaan doen. En dat heeft hij laten zien Hij kwam in 66, ging weg in 72. Ja, toen was Twente een ploeg die gewoon ieder jaar Europees voetbal speelde. En met heel aantrekkelijk voetbal. Hè. Heel aantrekkelijk voetbal. Die heeft het voetbal echt uit de jongens gehaald. Het waren allemaal verschillende jongens. De ene was eigenwijs, de andere die was brutaal, de andere die was heel rustig. Maar hij zorgde dat het een eenheid was. Twente zit echt in zijn hart. Dat is wel echt ja, waar hij gewoon op een hele fijne manier heeft kunnen werken. Waar hij heeft mogen doen, wat hij, ja, waar hij echt die vrijheid kreeg om te bouwen. En ja, het was bijna gelukt. Dus hij denkt daar altijd met een hele, ja, heel fijn gevoel aan terug. Ook samen met mijn oma. Ze hebben daar gewoon een hele fijne tijd gehad.